De medische zending Primary Healthcare Suriname is 8 gezondheidszorgassistenten reker. Zij hebben de opleiding tot gezondheidszorgassistenten die verzorgd wordt door MZ en is erkend door het ministerie van Volksgezondheid met succes afgerond. Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen heeft deze diploma-uitreiking virtueel plaatsgevonden en ontvingen de geslaagden symbolisch hun diploma's. Het insigne moesten de geslaagden zelf opspelden. Het hoofd van de inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, IVV, Karel de Baas, zegt blij te zijn om de nieuwbakken geslaagden hun diploma's uit te kunnen reiken en benadrukt dat zij de spil zijn binnen de medische zending. MZ-directeur Herman Ginti is trots op de groep die ondanks alle uitdagingen heeft doorgezet om de eindstreep te behalen. Uit de groep is Marijke Pomba de best geslaagde en zij mocht een enveloppe met een geldbedrag in ontvangst nemen.